Dit is het Weerjournaal van maandag 1 september met vandaag. Sombere toekomst voor BSW en 3000 outrageous-bezoekers. Dames en heren, een heel goede avond. Basketbalclub BSW verkeert deze dagen in grote onzekerheid. De club raakt een van de vaste waarden kwijt, Sjors Besseling. Maar een vervanger op korte termijn zit er niet in vanwege de financiële onzekerheid van de hoofdsponsor. Vanavond starten de basketballers van BSW met de eerste training van een nieuw seizoen. En niet voor de eerste keer hangen er donkere wolken boven de club. Telecombedrijf Maxcom, dat vorig jaar een 3-jaars hoofdsponsorcontract tekende, kampt met betalingsachterstanden en momenteel worden achter de schermen gesprekken gevoerd om op korte termijn tot een oplossing te komen. Komt nog eens bij dat aanvoerder Sjors Besseling te kennen heeft gegeven te stoppen. Hij is onlangs afgestudeerd en heeft per direct een baan geaccepteerd. Topsport en een maatschappelijke carrière is in zijn geval niet te combineren en hij beëindigt daarom zijn verbintenis bij BSW. Kortom, een incomplete selectie en financiële problemen. Het seizoen kan niet slechter van start gaan voor de Weerterploeg. De selectie zal vooralsnog aangevuld worden met jonge spelers uit het Dutch Talent Team. Het zoeken naar een vervanger voor Van Besseling staat voorlopig on hold. Of BSW en Maxcom er toch nog uitkomen, zal binnenkort duidelijk worden. De Weerter voetbalclub DESM opende zaterdag de deuren van de spiksplinternieuwe accommodatie aan de Kaaskampweg. De open dag ging gepaard met veel muziek en natuurlijk een sportief potje voetbal. Het multifunctionele complex sportpark de Moesdijk ziet er ruim en modern uit. Een hele vooruitgang ten opzichte van de accommodatie aan de Koekoeksweg, waar DESM enkele maanden geleden afscheid van nam. Het clubgebouw aan de Kaaskampweg beschikt over een grote kantine, ruime kleedlokalen en opslagruimte. Niet alleen de voetbalclub zal gebruik maken van deze faciliteiten, ook andere verenigingen en organisaties mogen hier gebruik van maken. Tal van belangstellenden namen zaterdag een kijkje. Percussieband Samba Duro zorgde voor de muzikale nood rond de sportvelden. Een open dag van een voetbalclub kon natuurlijk niet zonder een potje voetbal. Een veteranenteam van DESM nam het op tegen het Nederlands burgemeesterselftal. Het in de gelederen Weerter burgemeester Heijmans. Hij maakt al enkele jaren deel uit van de selectie en draagt zelfs de aanvoerdersband. Beide teams maakten er een leuke, aantrekkelijke wedstrijd van. Het ging er fanatiek aan toe. De wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel. En daar had na afloop iedereen vrede mee. En op zaterdag 14 september volgt de officiële opening van het sportpark. De organisaties van twee muziekfestivals in onze regio kunnen terugkijken op een heel goed weekend. Zowel Minirock in Stramprooi als Outrageous in Leverooi mochten rekenen op veel publiek. Op de 8e editie van Minirock was dit jaar weer heel veel muzikaals te zien, te beluisteren, te beleven en te genieten. De organisatie van het eendaagse pop-rockfestival had gezorgd voor een divers programma. Zowel op het hoofdpodium als in de tent nabij Sportpark Steinakker en Stramprooi traden 8 bands op. De bands waren afkomstig uit Nederland, België en Duitsland. Daarnaast was er een jampodium waar men kennis kon maken met het bespelen van instrumenten. Ook was er een uitgebreide kinderanimatie. Hoewel er zaterdag een aantal keren een goede regenbui viel, weerhield het de bezoekers, jong en oud, er niet van om te genieten van de muziek en de sfeer. Een ander festival, iets verderop in Leverooi, trok dit weekend volgens de organisatie ruim 3000 bezoekers. Het dancefestival Outrageous aan de rand van het dorp was dit jaar voor het eerst 2 dagen. Verspreid over de beide dagen traden meer dan 30 artiesten op in verschillende muziekstijlen. Vrijdag stond in het teken van hardstyle muziek en de dag erna was Crazy Saturday. Het festivalterrein beschikte over 3 arena's en een mainstage. Diverse DJ's lieten Leverooi op zijn grondvesten trillen.
En beide dagen zijn volgens de organisatie zonder incidenten verlopen. Ze kijken dan ook zeer tevreden terug op deze derde editie en de uitbreiding met één dag. En ze kijken nu al uit naar Outrageous 2015. Maanden is er gewerkt aan de Kerkstraat in Nederweert. En tijdens die werkzaamheden is er ook een historische waterput blootgelegd. Op een mooie passende wijze is die in het straatbeeld ingepast. Met de feestelijke onthulling van de put vrijdagavond werd de Kerkstraat officieel geopend. Onder grote belangstelling van het publiek werd vrijdagavond de historische waterput geopend. De put was verpakt in een groot cadeau met strik. Toen het cadeau openging en de rook was opgetrokken, kon het publiek de waterput aanschouwen. Omdat de put gedeeltelijk in het wegdek ligt, is voor dit deel kortenstaal gebruikt. En op het andere deel, in het trottoir, ligt een glazen plaat. Vroeger was de waterput een centraal punt in het dorp, waar de mensen bijeenkwamen. En dat was ook vrijdagavond het geval. Na de onthulling was er muziek. Tot grote verrassing van het publiek kwamen de muzikanten uit verschillende hoeken. Dit alles was natuurlijk de opmaat naar de jaarlijkse kermis. Maar liefst 41 attracties staan opgesteld. Verdeeld over de Vijfsprong, de Ospelse Weg, het Roggesplein, Raadhuisplein en de Genestraat. Om meer verbinding te creëren tussen de kermisterreinen is dit jaar gekozen voor een iets andere opstelling. Jong en oud, geniet weer van de gezellige kermissfeer. Ook dit jaar weer veel vertier op het Horecaplein. Elke avond is hier live muziek waar veel publiek op afkomt. Tot 12 uur vanavond en vanaf 2 uur morgenmiddag is er nog kermis in Nederweert. En morgenavond om 8 uur komt een bekende GTST-ster naar het Raadhuisplein in Nederweert. Het zomerreces is ook voor de Weerter politici voorbij. De coalitiepartijen trokken er daarom gisteren gezamenlijk op uit voor een culinaire tocht door de binnenstad van Weert. In het kader van de samenwerking gingen leden van de SP, Weertlokaal en VVD zondag samen op pad. Dit met als doel elkaar op een andere manier beter te leren kennen. De coalitie bestaat inmiddels al een paar maanden. Na een paar weken zomerreces gaat voor de bestuurders het politiek jaar weer verder. Er komt de komende maanden nogal wat op hen af. Denk maar aan de decentralisatie van de overheidstaken bij gemeenten die in 2015 op stapel staat. Het uitje stond in het teken van een culinaire tocht, waarbij een bezoek werd gebracht aan diverse horecagelegenheden in Weert. De tocht liep van de Wilhelmus Hubertusmolen, Bistro La Porte, restaurant Flevers en eindigde bij de Griekse keuken. Telkens kregen zij kleine culinaire gerechtjes voorgeschoteld. Volgens raadslid Joey Engelen is het de bedoeling om van dit uitstapje een jaarlijkse traditie te maken. Hierdoor leren we elkaar op een andere manier kennen dan binnen de muren van het stadhuis, aldus Engelen. De Koopzondag in Weert viel gisteren samen met een aantal leuke activiteiten in de binnenstad. Er was een Pasar Malam op de Nieuwe Markt. Er werden audities gehouden voor Funky Friday en er was de tweede editie van de Beekstraat Boulevard. Na een succesvolle editie vorig jaar bundelden de ondernemers van de Beekstraat hun krachten opnieuw. Een straatlange rode loper vormde het middelpunt met een modeshow van de deelnemende winkels. De nieuwste trends op het gebied van kleding en haardracht werden in 3 shows getoond aan het publiek. De samenwerkende ondernemers laten graag zien dat de Beekstraat een zeer divers winkelaanbod heeft. En op de Nieuwe Markt kon het winkelend publiek genieten van een Indonesische markt. Kraampjes met typische Indonesische producten en hapjes werden gepresenteerd. Een mooie gelegenheid om de sfeer en smaak te proeven van een andere cultuur. Uiteraard was er ook muziek en demonstraties van onder andere de Thaïstische Tai Chi Vereniging. En nog meer muziek was er op de markt. Daar werden audities gehouden voor Funky Friday, het gloednieuwe muziekspektakel waarbij jonge muzikanten het podium betreden in een spetterende show. De eerste editie vindt plaats op 7 november in buurtcentrum Moezel. Gisteren kon jong zangtalent tussen de 15 en 21 jaar auditie doen voor een plekje op 7 november. De organisatie van Funky Friday ligt in handen van de Oaken Towels in samenwerking met Harmonie St. Joseph Weert Zuid. De winnaars van de audities krijgen de unieke kans om samen met een big band op te treden. En de volgende Koopzondag die is een week vervroegd naar 21 september. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de jaarlijkse kermis.
Bijna gelijktijdig met het nieuwe onderwijsjaar gaat ook het nieuwe dansseizoen bij Judith's Dance Point van start. In samenwerking met de gemeente Weert is de dansschool met een aantal nieuwe projecten begonnen. Onder andere dansen voor jeugd met een beperking, bewegen voor ouderen en rolstoeldansen. Gisteren hield de dansschool een open dag. Hier werd het totale dansaanbod gepresenteerd. Dit seizoen gaat een speciale groep van start voor 55-plussers. Op dinsdagmiddag kunnen ouderen die nog graag over de dansvloer zwieren elkaar hier ontmoeten. Ook komt er een aparte dansgroep voor jeugd met een beperking. En in samenwerking met het platform Gehandicapte Weert wordt er rolstoeldansen opgestart. Gisteren tijdens de open dag werden enkele demonstraties gehouden. De dansschool Judith's Dance Point benadrukt dat naast dansen ontmoeting ook belangrijk is. Ook als u geen danspartner heeft, bent u van harte welkom. Wilt u meer weten over het dansaanbod bij Judith's Dance Point? Kijk dan op www.danseninweert.nl.